iedere gemeente een vlag te maken. Die gaan we allemaal aan elkaar maken en ophangen ergens tussen de gemeenten. Het kan ook zijn dat je de Lange Jan gaat tekenen of iets wat voor jou Middelburg betekent. Maar wat je niet moet vergeten, is dat je naam op de vlag mag. Want een echte kunstenaar zet altijd zijn handtekening onder zijn werk. Kijk, dat is de vlag nog een beetje extra komen. Ik vind het wel echt heel goed gelukt. Echte kunstwerken. Het is wel typisch wie ik ben, dus dat is dan ook wel weer... Ja, en Jutti Frutti. Ik dacht, ik ga met jou even de caravan en dan hebben we geen wind in de microfoon. Nee, maar het is wat je noemt een knusse caravan. Ja. En een kleurrijke. Zeker. Maar je zei het zelf al, dit past wel een beetje bij jou, hè? Ja, een beetje chaotisch. Lekker veel creatieve ideeën, zoals je ziet. Hè. Die liggen allemaal hier. Dus voor de rest van de dag kunnen we hier spullen pakken om mee aan de slag. Ja, en Judith, want we kennen elkaar best al lang. En Judith Adriaans ben jij. Ja. Dus even voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent een Middelburgers, maar niet geboren, geloof ik. Jawel, geboren in Sint-Laurens zelf. Oh, Sint-Laurens, ja. Ja, ja. Ook een stukje Middelburg. Maar je hebt van alles en nog wat gedaan. Maar Jutti Frutti, dat doe je al een tijdje. Maar vertel nu eens, met de gekleurde caravan. Ja, sinds 2018 ga ik op pad met de caravan. Om creatieve lessen te geven aan kinderen, workshops. Ik dacht, wat ze kunnen met die foodtrucks, kan ik ook met creatieve dingen in een caravan. Een winkel was een beetje duur, dus dan maar op deze manier. Natuurlijk 2 jaar stilgelegen met de corona. Ook en jij, nu weer volop aan de bak, dus ik ben heel blij. Inmiddels ook aan de slag voor naschoolse lessen. En ook tijdens school via kunsteducatie Walcheren. Evenementen, bedrijfsfeesten, nou ja, eigenlijk... Ja, want ik heb je ook wel eens gestaan bij de molen, hè? Bij de Culicaravaan heb ik gestaan. Ja. Festival Onderstroom, pas geleden nog. Daar hebben we kunstwerk gemaakt van 12 meter. En zo verzin ik iedere keer een nieuw concept om iets tofs te doen met kinderen. Ja, en nu ben je bij de bouwspeelplaats, dan ben je meerdere dagen. En vanmiddag heb je ook een programma, maar vandaag ben je nu bezig, dat is dan voor kunsteducatie Walcheren. Nu maken we een verbindingsslinger tussen alle gemeenten op Walcheren. Dat doen we vanuit kunsteducatie Walcheren. Daar sta ik vanmorgen voor. Morgen in Vlissingen, overmorgen in Vrouwenpolder. En vanmiddag gaan we met alle kinderen vlaggenlijnen maken voor aan de hutten. Gisteren hebben we, dat hebben we gisteren ook alweer gedaan. Ik ben het even kwijt. Je bent gewoon lekker druk en je zit nu gewoon in het hoogseizoen. Dus, en ik hoor daar volgens mij alweer kinderen om de hoek. Dus ik denk dat ze de juf weer even nodig hebben. Ik zie er al een paar staan die aan de slag willen. Dus ik ga snel weer aan de slag. Nou, heel veel succes. Ik ga nog even op de bouwspeelplaats kijken. Dankjewel. Dat is goed. Zichtbaar is.